Mijn naam is Dylan. En Dylan, jij bent jonkheer. Wat houdt dat in? Nou, jonkheer is eigenlijk... we hebben bij de carnavalsvereniging hebben we een jongerenraad. En ik ben jonkheer van de jongerenraad, dus het is heel mooi om dat te vertegenwoordigen. Juist. En wat zijn jouw taken bij deze vereniging? En wat moet je dan allemaal doen? Nou, het is na de opkomst, na de gala, vooral een heel groot feest geven. En voor de rest, ja, wat hoort er bij carnaval? Een beetje bier drinken, een beetje feesten. En als jonkheer heb je niet heel veel bijzondere aparte taken. Alleen, ja, je bent hoogheid van de vereniging, dus dat is al een hele mooie eer. De dans houdt in dat ik de adjuvant van Dylan ben. Dylan is jonkheer. En ik huppel een beetje achteraan en ik doe een beetje zijn taakjes. En, vooral staan heel veel biertjes drinken. Wat vind jij zo bijzonder aan carnaval? Wat maakt je dat jij dat heel mooi vindt? Nou, ik vind carnaval in Twente vind ik gewoon geweldig. Want je komt bij alle dorpen, je kent alle mensen eigenlijk wel. En het is eigenlijk altijd wel de, nou ja, ons kent ons gezelligheid bij de carnaval in Twente. Ja, nog. En het is ook goed. Ben jij dan gekozen of heb jij je aangemeld? Dylan is gekozen door de oude adjudant, of de jonkheer. En de jonkheer die bepaalt wie zijn adjudant wordt. En Dylan heeft daarbij mee gekozen. Gestart natuurlijk. Helaas. Of dat goed gaat en of dat gelukt is. En uiteraard hebben we ook een prinsraad. Prins! Van de Verenigde Koninkrijken. Van 2024. S! Hier trainer van Tootje naar zit. Hiermee Prins Bart de Eerste, Prins van Zeeweer de Kroontrekkers. Gefeliciteerd! Ja, dat is een hele eer, hè? In zo'n dorp als Bonnebroek de Prins mag zijn. Nee, dat kon je niet weten. En ja, je bent al heel lang lid van die Kroontrekkers. Wat maakt carnaval voor jou nou zo speciaal? Ja, gewoon, het is echt een dorpsfeest. Gewoon allemaal met elkaar. Het komt allemaal weer te goede van het dorp, zeg maar. Ja, dat is gewoon een cultuur hier. Dus elk jaar weer een groot feest, optocht erbij en alles wat erbij hoort. Ja. Ja, en jouw kinderen die zijn nu apetrots, begreep ik. Uiteraard. Ja, die vindt het helemaal geweldig. Die heeft vanavond verteld en ja, dat was in en al één grote lach en helemaal blij. Dus dat was helemaal top. En je gaat nog een paar dagen doorfeesten nu? Ja, we maken er een knalfeest van. Komt heel goed. Wordt een heel mooi jaar. Dus. Ja, super proclamatie. En ja, zoals beloofd. En langs. Nolan, hij nog tweede.